Hockey heeft er al jaren last van. Een tekort aan jongens. Veel jongens gaan liever voetballen dan hockeyen. Dat terwijl juist voor jongens het een uitdagende sport is. Ik vind het zelf, als je ziet hoe leuk het hockey is en hoe snel en technisch dat hockey gaat, dat het ook echt een leuke sport is voor jongens. Dus het is gewoon zonde als jongens het niet ook in ieder geval proberen. Gaan we niet deze zwaai maken, want dan mis je eigenlijk de hele tijd de bal. Daarom heeft HDS een open dag georganiseerd, speciaal voor jongens. Om ze kennis te laten maken met de sport. En dat zuipkak-mietjes-imago, dat is volgens HDS echt achterhaald. Nou ja, straks om 12:30 speelt hier ook Heren 2. En dat is dan nog Heren 2, zou ik maar zeggen. Nou, als je daarnaar kijkt, dan weet je dat het geen tuttige sport is. Ik vind dat echt onzin. Stoere mannen, want het doet wel soms heel erg veel pijn als je stik tegen je scheen aankomt of tegen je voet. En de bal doet ook heel erg veel pijn. Is dat een beetje een stoere sport? Ja, best wel, omdat je veel armkracht nodig hebt en een hele goede conditie. Aan het enthousiasme van de jongens zal het niet liggen. En voor de ouders heeft het uiteraard ook wel pluspunten om alle kinderen, dochters en zonen, naar dezelfde club te brengen. Nou ja, kijk, qua trainingstijden hou je het hoor. Je blijft taxichauffeur, zeg maar. Hè. Dus je gaat zaterdagochtend speelt de een om 9:00 en de ander om 12:30. En ja, je blijft rijden, dus dat blijft. Maar je hebt één club waar je mee te maken hebt. Één keer bardienst, nou, of twee keer bardienst, hè, als je twee kinderen hebt. Ja.